Hallo dames en heren en tof dat jullie weer kijken naar gloed nieuwe Minecraft minigame. Mijn naam is 546 en wij zitten weer in een leuke map zoals altijd. En dan heb ik meteen weer een boog met arrows te pakken. De volgende opname kan weer of weer regisseur verteld. We spelen namelijk weer op Hypixel en daar gaan we weer kaart ownen. De vorige keer was ik een beetje noob bezig. Toen kende ik het niet zo goed, maar nu heb ik het wat meer onderzocht en nu kan ik het wel wat beter. Dus we gaan even wachten of er iemand gaat bouwen. En als zij gaat bouwen, dan is ze de oen. Kijken of ik hem kan raken. Oeh. Kan ik hem raken? Die heeft een boog. Dat ik ga bouwen, maar dat ga ik gewoon heel snel doen. Ik kan een nieuwe opspringen. Ik had niet gezien dat blokje daar was. Dat is. Dit is. Kijk. Eerste potje is noob. En nu buk ik weer. Nog een keer op. Oké, dat werkt. Nou, ik hoop dat we nu wel gaan winnen en dat we niet nog een keer gaan bukken, want ik tap het er helemaal aan met deze server. En dat meen ik. En we gaan proberen om op die man te springen en dat is bijna gelukt. En we beginnen nu. Oh yes, deze map kan ik echt heel goed. Ken, pak dat kistje. Zit meteen alles in. Bijna alles dan. Geen blokjes. Dat heb ik al nodig, anders kom ik nergens. Ik heb wel een eigen zwaard. Dat is het beste zwaard. In deze minigame. Tenminste, je krijgt eigenlijk nooit een diamond zwaard. Ik kan ook niks craften. Dat is wel een beetje jammer. Oh, ik krijg serieus een bel om dan die slabs te hakken. Nou. Kost veel. Te veel tijd, maar ja, dat moet dan maar. Waarvan moet ik het wel even goed doen? Ik moet die slab schakelen waar ik nu kan. Zoals dit. Dus dit is echt een beetje noob wat ik deed. Kom. Mag ik er nou even door? Dank je. Dan gaan we dit vlakken. Of nee, dit kan, dit is beter. Hier. Zien jullie dit? Ik denk dat we nu wel genoeg hebben om dit te bouwen. Het is jammer dat ik nu geen boog heb. Anders had ik gewoon heel veel mensen nu al af kunnen knallen. Kijk hier, er komt alweer iemand aan. Wilt u vechten? Nee, wilt u vechten? Hallo, 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 hallo. Ren ik hier niet? Hoe kan hij mij? Ja, ik heb hem. Oké. Oh, ik heb dus blijkbaar wel een boog. Oh, ik heb een boog van hem gekregen. Hier is het niet door. Sneaken. Die ging ook mee. Ik dacht dat die vliegen, ik schrok. Hij rent weg, het is een goed teken, ik ga hem nog een keertje knallen. Hup. Kijk, ik heb hem nu alweer een keer geraakt. Gereed om te vechten met meneer. Kia. Je valt nu naar beneden, dat je nog genoeg nog steeds niet af. Ik kan hem ook nog. Ja, zie je? Kom nou. Oh, die steen heeft gewoon een diamond sword. Wat is dat? Dat kan toch helemaal niet? Ik ren weg, hij heeft gewoon een diamond sword, joh. Komt hij achter mij aan? Waarom moet u achter mij aankomen? Meneer.
Waarom moeten eigenlijk alle mensen altijd achter mij aankomen? Ik vind dat zo stom. Dus stop af en toe eventjes met achter mij aankomen. Ga alsjeblieft ook een keertje naar iemand anders. Kom, ga weg. Ik moet trouwtje. Nou. Kom. Dus laten we maar snel weer beginnen. Als de tijd nou nog niet om is. De camera kan nooit zo lang opnemen. Dus daarom hebben we ook zo van die korte filmpjes. Nou, waarschijnlijk kunnen we alleen nog even dit potje afmaken. En dan gaan we er gewoon voor vandaag weer mee stoppen. Ja, R2-2, dat is mijn paaltje. Of hoe teamen? Team? Nou. Oh, we zitten weer in dezelfde map als net. Dit keer moeten we wel even goede dingen krijgen. Maar je wil ook wat kunnen. Vooral blokjes. Dat hebben we dus gekregen. God heeft het mij gegeven. Een iron chestplate. Beste chestplate hier. Ik ben de king of the chestplates. Ga ik even deze diamond hakken. Dat kan met de stone pickaxe. Yep. Zoals jullie zien. We hebben dit mooi. Ik vind... ja, dus wat. Van de beste. En die Pukkie daar, die zit echt even te crouchje, maar die heet echt Pukkie, hè. Zeg maar even aan zijn name tag. Ik zat niet op te letten. Gnome? Ik mag niet meer terug van deze server, zien jullie dat? Gnome! Ik wil dat in! Als ik deze lesje heb, doe die, zegt hij dan ook Gnome? Nee, gelukkig. Nou, voor vandaag stoppen we er weer mee. Ik zie jullie weer bij de volgende opname. Tot vandaag of morgen. Ik zal het niet weten. Doei!